Ik ben in Ahoy en ik dacht, wat is er nou leuker dan even een kijkje achter de schermen te nemen met een van de cracks. Een van de old wise men van het ABN AMRO World Tour Tennis Tournament. Robin Aas. Hallo, hallo. Hallo, hallo. We doen zo. Het is een COVID-proefachtig. Ja. Waar zijn we nu? Want ik sta hier bij een tafeltennistafel. Is dit een soort chillhal? Nee, we zitten nu echt in het restaurant. Ja, hier kunnen we echt lekker eten. Ik kan altijd alles bestellen hier, dus dat is ideaal. Dit is de keuken. Het ruikt goed. Oh, je bent zelf nog even aan het smikkelen, zie ik. Zijn er geen vervelende klanten? Hij is toch wel een beetje aardig voor jullie, hè? Oh, ik dacht dat je zegt, hij is vervelend. Nee. Maar eten ze nou gezond of een beetje... Over het algemeen wel gezond. Maar sommigen nemen stiekem dus toch een beetje friet nog en lekker vet. Is ook lekker, toch? Een beetje mayo erbij. Dat moet ook, hè? Ja, zeker. En jij? Haal jij ze een beetje bij? Ja, je noemde me net oud. Maar ja, af en toe moet ik wel opletten. Is dat de baan? Hier links. Ah, ja. Hier. Nou, even kijken of hij het nog weer doet. Maar wacht even, we moeten gewoon spelers zelfs ook scannen hier om de kleedkamer in te komen? Ja, want we hebben allemaal een badge met de foto erop. Nou, je hoeft eigenlijk altijd maar de borden te volgen, hè? Players, lounge, dressing rooms en hier de mooie fysio's. Nou, ik word wel vaak door de fysio's behandeld. Hier op dit moment worden de jongens gemasseerd. En dat doe ik nauwelijks, want ik heb eigenlijk ook nooit spierpijn. Eigenlijk liggen alle spelers liggen gewoon normaal gezien voor hun wedstrijden komen ze hier even langs. Ja. Puntjes ja. Op de i. Precies. Waar is jouw kleedkamer dan? Nou, we hebben allemaal gewoon dezelfde. Oh, wacht, dit is wel gelijk. Oh, sorry. Sorry. Hey man, how are you? Dig it. Hey man. It's my new friend. Hallo! Ik word dan in de gang omkleden. Kijk, hallo! Well, you are great. I was assuming you to be Robin. Yeah. Oh, you have the reputatie. Hello. Hi. I'm Jan, sorry to disturb. Okay. Is he always loud and angry? Yeah, this is nothing. This is just... Really? Like, it's just normal Robin. It's just the beginning. The real Robin you will see in the end. Nee, dit is even de douches. En hier sta je dan... Okay. Ja, met z'n tweetjes, hè. Maar is dat met je tegenstander dan ook echt? Dat kan wel, ja. Het is ook de douche waar Federer en Nadal... Die hebben allemaal hier in Ahoy onder de douche. Ze hebben hier allemaal gestaan, ja. Hé, maar dit is dus ook eigenlijk de gang waar je doorheen loopt met al je spullen. En dan loop je zo ook naar de baan, of niet? Klopt. Hier mogen echt alleen maar spelers en coaches komen. En hier kan je dan lekker rustig voorbereiden. En dan is dit het moment waar we dan of naar de trainingsbaan gaan of naar de wedstrijdbanen. En als je naar de wedstrijdbaan gaat, dan is dit het moment dat je als een soort eye of the tiger, je hartslag, gung, trap af, en arena dan, in. Ja, en dan ja, zeker als je inderdaad, wat je zegt, hier die trap af, dan merk je ook gewoon die adrenaline ja? komen. Ja, voel je dat? En dan weet je, ja, we gaan weer. Ja, dus dat is okay, ik voel mooi. Hem ook bijna. Kim, we gaan even kijken hoe je bij de baan komt. En als je dan hier loopt en je hoort de muziek. Ja, je hoort het nu ook serieus. Ja, die dreun. En dan komt die adrenaline eigenlijk nog meer. Want ja, je weet, straks zit daar weer, nou ja, helaas nu de laatste 2 jaar niet, maar normaal duizenden mensen. Ja. Ja, en dan heb je er wel zin in. Oh, we zijn gewoon bij de baan. Wat epische muziek. Hier, dus hier sta je met je rugzak. En dan hier sta je. Robin Hasse. Nou ja, eerst nog, dan is het echt nog die opbouw inderdaad. Ja. En dan komt er bijvoorbeeld die rookmachine. Oh, ja, ook nog. En eigenlijk voor de wedstrijd is dat best irritant. Ja, ja precies. Adem in. Als ik op die twee duiken. Ja. Dus, maar ja, het is gewoon fantastisch. Oh, we moeten volgens mij stil zijn. Hey, onwijs bedankt voor deze tour. Zij gaan beginnen. Jullie weten nu hoe het er achter de schermen uitziet in Ahoy. En bedankt Robin. High five. Niet lullen, maar abonneren.